Ze is door haar nog gekozen. Ik start haar op poosje. Oh, ik ben geweten, ja. Heb niemand zo gekeken, ja. Ik ben een kerstje die is eten, ja. Hey, het is 14 februari, Valentijnsdag. De dag die bekend staat als de dag der geliefde. Dat hebben we eigenlijk ervan gemaakt. Want Valentijnsdag stamt ergens uit de 14e eeuw, waarbij een priester genaamd Valentijn tegen het verbod van de keizer in de States soldaten huwde. Want eigenlijk mocht dat niet, omdat de keizer toen had besloten dat vrijgezelle soldaten eerder bereid waren om op het slagveld te sterven. Dus ze mochten niet trouwen. Maar de priester Valentijn, die was de mening toegedaan dat liefde alles overwint. Daarom werd hij geëxecuteerd. En vanaf toen is eigenlijk de mythe rond deze dag ontstaan. Valentijnsdag. De SCVS voert elk jaar het project, het programma Give a Smile for Valentine uit. Omdat we daarmee ook de nadruk erop willen leggen dat het gaat om het gebaar. En niet om de vele of de grote dingen die je kreeg, de dure dingen die je kreeg, maar om het gebaar. Het gebaar van liefde dus. En ook dit jaar gaan we dus op stap. 15 mensen zijn geselecteerd die werden opgegeven door hun partner of door iemand anders. En de 15 mensen die zijn gekozen aan de hand van de meest mooie verhalen of gedichten. En die komen dus in aanmerking voor wat hele leuke items. Kelly's Art willen we alvast bedanken, want hij heeft ervoor gezorgd dat we van deze prachtige shirts hebben. U ziet dat, die zien er zo uit van achteren. En daarnaast, bij Valentine hoort natuurlijk een roos. Gaiardins Bloemisterij heeft gezorgd dat we een roos geven aan iedereen. 15 prachtige boeketjes van rozen. Extraordinary Su heeft gezorgd voor Valentine ballonnen voor iedereen. Judith houdt er een in haar hand. Dan heb je Snowflake Pastry. Zij heeft gezorgd voor heerlijke cakesoorten. Verschillende smaken. Je hebt tres leches. Kijk eens, ze zien er ook allemaal prachtig uit. Iedereen krijgt zo een prachtige cake. Een andere smaak natuurlijk, want we hebben verschillende smaken. Ja. Er is Lady Dragon, er is Coco Panda, er is Caramel Wafel. En tres leches, dat is mijn favorite. En ik heb ook eentje gehad. Dus ik ga ook genieten ervan. Daarnaast hebben we waardebonnen van beauty salons en kapsalons. Ja. Iedereen kreeg daarvan willekeurig één, want we hebben van verschillende bedrijven gehad, waaronder Fantastic Beauty, 5 waardebonnen ter waarde van 250 SRD. Brahesia Wijn, die heeft 4 flessen wijn, compleet met wijnglas en kurkentrekker, ter beschikking gesteld. En Judith heeft ook eentje gehad. Dus er zijn 4 koppels die dan een fles wijn kregen met een kurkentrekker. Heavenly Shoes & Clothing heeft gezorgd ervoor dat iedereen een kussentje krijgt, zo'n prachtig kussentje, lobbykussen. Beauty Salon by Far, die heeft ook gezorgd voor waardebonnen ter waarde van 300 SRD. Kapsalon CSA voor waardebonnen ter waarde van 250 SRD. En dat zijn allemaal 555 waardebonnen. En GS Sweets, die zorgt elk jaar weer, ja, vorig jaar waren ze er ook bij, voor snackboxjes die iedereen ook krijgt. Adore Skincare heeft ook gezorgd voor 5 Valentine giftcards met een waarde van 200 SRD. En daarnaast heeft Mobile King ervoor gezorgd dat iedereen een powerbank krijgt. Nou, dat is toch leuk, zo'n leuk pakketje voor je geliefde. En ze worden ermee verrast, want niemand weet dat we eraan komen. Wij gaan op stap. Alles goed? Ja. We hebben een boodschap voor je gebracht. Ik ga het voor je voorlezen. Ja. Hi Tiara, ik zeg je vaker dat ik van je hou, maar ik heb nooit gezegd waarom ik je zo speciaal vind. Wel luister, toen we elkaar leerden kennen was ik nog jong, dom, onervaren en ik was je niet trouw. Jij hebt mij tal van keren betrapt. Ondanks dat wij nog geen serieuze relatie waren aangegaan, merkte ik dat ik jou pijn had gedaan en je vertrouwen heb geschaad.
Je hebt mij steeds vergeven, waarom weet ik dat de dag van vandaag niet? Als man en inmiddels als vader besef ik nu waarom het zo belangrijk is voor een man om een vrouw naast zich te hebben die hem moed inspreekt als het leven even hard wordt. Ik ben niet perfect en ik ben niet rijk, maar ik ben God zeer erkentelijk dat Hij ons bij elkaar heeft gebracht. We weten beide dat het lied Ala Ogri Echawambung toegepast kan worden in ons leven. Kortom, ik ben je dankbaar dat je ondanks mijn tekortkomingen me toch hebt vergeven en dat je nog steeds naast mij bent. Ik heb nimmer spijt dat ik voor een leven met jou heb gekozen. Als ik de klok kon terugdraaien, had ik je eerder willen ontmoeten en je nooit pijn gedaan. God heeft ons gezegend met een flinke boykie. En dat maakt me nog sterker en vastberaden om het beste te maken van dit leven samen met jou. Ik wil je niet alleen als mijn droomvrouw, nee, helemaal niet. Ik wil jou niet alleen in mijn dromen, maar in werkelijkheid. Tiara, ik hou zielsveel van jou. En dat zegt Lorenzo. Alsjeblieft, Tiara. Dankjewel. Had je niet verwacht, hè? Nee, want... Kijk. Kijk, Lorena, wat doe je? Dag, Lorenzo. We spraken gisteren nog over. Ik zei van, je gaat dit echt nooit doen. Alsjeblieft, laat me je dit alvast aanbieden. Ik wou je straks. Is er iets dat je aan hem wil zeggen? Ja, we spraken gisteren nog erover. En toen zei ik van ja, dit ga je echt nooit doen. Maar hij sprak heel erg groot. Maar hij weet hoeveel ik van hem hou. En ja, hij weet hoe we allemaal zijn begonnen. En het is iets heel moois geworden. Mag niet jokken, het is echt iets heel moois geworden. En ik hoop dat het zo mag blijven. Happy Valentine, Tiara. Dankjewel. Ik kan gewoon de mic pakken. Zo komen we van Tiara. Leuk hè, dat ze zo verrast was. Wat ik nog niet had aangegeven is dat we ook prachtige boekjes hebben gehad. Stapelgek op jou van Angela van der Kooijen. En vier koppels zullen dus ook in aanmerking komen hiervoor. Eigenlijk heeft ze vijf gegeven, maar eentje was voor mij. Dus ook deze boekjes zullen dus een goede bestemming vinden. Ja, kom maar. Love. Alles geven was is wat ik nodig heb. En als ze het even kregen, geef ik er wat ik nog over heb. Want we hebben veel meegemaakt, maar ze bleef en ze geeft me nog steeds evenveel als de dagen toen we pas gingen. Ze verliest zacht, maar ze bleef mijn hart winnen. En ben ik skeer, gaat ze met haar moeder schaart binnen. Grapje, ze is niet wat ik wilde, helemaal niet. Ze is boven verwachtingen en ze past in me. Fantasie. Nou, we zijn bij de volgende persoon aangekomen. En dat is Dorothy Aramaki Brunst, die door haar man Chesron Aramaki is opgegeven. Het leuke is dat de mensen er niets van weten, dus hun reactie, daar wachten we op. Dag Dorothy. Goedemorgen. We hebben een speciale boodschap voor je gebracht. Die luidt als volgt. Desondanks aan mijn minpunten is jouw keuze op mij gevallen. Ik ben je zeer dankbaar daarvoor. De liefde die tussen ons bestaat, dient met aandacht, een goede verstandhouding en geduld onderhouden te worden. Zo kan onze liefde door alle moeilijke situaties heen die op ons levenspad komen. De moment is ako in alibi dat die yunangami safiri aswiti. Misabi dat die yunangami sammeking in alibi. Mi lobby mi gudu mi switi. En je weet van wie het komt, denk ik. Van Chesron. Hij wenst je een hele fijne Valentine toe. Happy Alsjeblieft. Dankjewel. Wil je iets aan hem zeggen? Chess, hartelijk dank. Mooi.
zo, maar was ik boos op je, want ik vond je zo geheimzinnig doen. Sorry schat, ik hou van je. Dit is wat ik voor je wil. En als de lasten zwaar worden, wie dat ik ze til. No, I love you, summer, delictive thing. Alla san, sami, abi, mi, one gang. Fuck, sami, what take you? Talk me, go, talk, boy, thank you. No, I love you, summer, delictive thing. Alla san, sami, abi, mi, one gang. Miss Prisma, fresh to MVP, mijn strana, sweetie, mijn eigen bonavie. Hij zei met dit, ik zei hem dat, het was te makkelijk voor hem. Maar hij heeft doorgezet, ik was dus nooit een schatje voor hem. Als ik down ben, is hij degene die me boven krijgt. Ik zie alles dat ik nodig heb als ik in zijn ogen kijk. Weet dat je me open hebt, zijn ex heeft nu zoveel spijt. Maar onze pauzes duren nooit lang, dus ik krijg net zoveel tijd. Ik ben blij met hem. Hartstikke. En ik let niet op haters, ik laat ze hartstikke. We pakken vaak een movie. Quality time, hij bespeelt tot de teen, daarna rewind. Hij meldt me van tevoren, daarna behind. Fluistert mooie dingen like, baby you're mine. No one lobby saman delicadad. Nothing otro bote es un libertad. No one lobby saman delictivo. A la san sami abi mi one gang. Fuck, sami what take you, talk me to talk boy, thank you. Mijn Valentine is al 22 jaar Geo van die hankers. We hebben drie prachtige kinderen. En al die jaren hebben we nooit de tijd gemaakt om onze anniversary te vieren sinds we met elkaar zijn. Ik praat namens uw vrouw die naast u staat. Ik denk dat u dat al weet. Ik vrees het ergste toen hij betrokken was geraakt in een aanrijding buiten zijn schuld om. Hij was er erg aan toe. Hij raakte in een coma. Maar door gebed van ieder en de ondersteuning van familie en vrienden kwam hij uiteindelijk op onze dochtersjaardag uit de coma. En dat was echt een mooie dag voor ons allen. Een pracht van een cadeau voor onze dochter, want het waren echt zware dagen voor ons allemaal. Hierna volgde de revalidatie. En door geduld en gebed kwam hij er uiteindelijk uit. Ik ga niet alles lezen, want ze staat zelf naast u. Ja. Dus, mevrouw Stephanie, wilt u zelf aan hem zeggen wat u hem wil zeggen? Je betekent heel veel voor ons. En vooral die periode was het een hele zware periode trouwens, heb je gezegd. En belangrijk is dat je weet dat je voor ons zorgt. En dat appreciëren we heel erg veel van jou. Kortom, we houden heel veel van je. Ja. Ik ook. Naar de volgende. We laten niet altijd het hele verhaal horen. Wel de gedichten die zijn meegegeven. In deze gaat het om meneer Milton Veldkamp.
En even kijken, hij is een jeugdvoorganger bij de nieuwe generatie Godsbazuin. En we hebben het begeleidend verhaal gehoord. Zo gaan we hem verrassen. Dag meneer Milton Veldkamp. Ik heb een speciaal gedicht voor u gebracht. You are one person to this world, but to me, you are my world. Loving you is easy because of who you are as a person. The depths of your heart is love itself. Well, when I smell you, I smell love. When I touch you, I touch affection. When I hold you, I hold trust. And when I speak to you, I speak to patience. But when I kiss you, I kiss the world. Love you always. Love you forever, my husband. Oh, leuk man. U weet van wie het komt, ja, hè? Ja, de enige echte. En wat heeft u aan te zeggen? Nou, in feite heeft ze me dit keer overtroffen. Huh? Ik ben meestal degene die speelt met de woorden. Maar I'm speechless. En hartelijk dank, my lobby. Ik ben nog steeds die melk in mijn koffie. En die zuurstof voor mijn longen. En I love you. More than words can say. Alsjeblieft. Nou, geweldig man. Wat een verrassing. Alsjeblieft. Geniet ervan. Ja, dank je. Hetzelfde voor iedereen. Ze is door haar nog gekozen. Ik zat haar op poosje. Oh, ik ben geweten, ja. We gaan naar mevrouw Sherine Gravenstreen. Ze is opgegeven door haar man. En hij zegt, hij stelt het echt op prijs, omdat hij binnenkort vader wordt gemaakt door Sherine. Haar uitrekendatum is dichtbij 14 februari, Valentine dus. Dus het zou echt toepasselijk zijn om haar hiermee te verrassen. En we hebben een klein gedicht, dat gaan we haar voordragen. Babies are the masters of change. A baby will make love stronger, days shorter, nights longer. Bankroll smaller, home happier, clothes shabbier, the past forgotten, and the future worth living. En met deze woorden wil meneer Malcolm zijn dankbaarheid aan u kenbaar maken. En zeggen dat hij ready is om de beste vader te zijn voor jullie newborn. En we hebben wat leuke dingen voor u gebracht. Is er iets dat u aan hem wil zeggen? Ik wil hem alleen bedanken. Ik heb geen woorden om hem anders te bedanken. Ja. Dank je wel. Happy Valentine. Dank je wel. Alsjeblieft, dit alvast. Dank je. Hi. Kom man. Je gaat spelen daar. Kom. Hoi. Hallo. Oké, geniet ervan. Dankjewel. Dit is ook voor u. Dat bevallen. Vandaag, precies. Oké, daar heeft hij. Dus die baby is er al. Hoe heet die baby? Kimai. 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 Kimar. Jawel. Is een jongetje geworden. Jawel. En hij is precies een weekje. Dus is nog net geen Valentine baby geworden? Nee, nog net niet.
mevrouw Zijderstroom, die heeft de heer Roykrak en zijn vrouw Claudia Brunswijk opgegeven. Ze was ziek en meneer Krak, die trouwens haar ex-man is, en zijn vrouw Claudia Brunswijk, die hebben het niet geschroomd om haar elke dag van warme maaltijdkruiden te voorzien. Ze vinden het zo geweldig en ze is hun zeer dankbaar hiervoor, ondanks ze geen relatie hier meer heeft met meneer Krak. Ze ziet dit als een voorbeeld, vooral heb je geen relatie met je kind, of je kinderen, hun vader, of hoe je ex. Er moet toch een goede verstandhouding zijn, zonder haatgevoelens. Dus we gaan naar meneer Krak. Meneer Krak. En mevrouw Brunswijk en meneer Krak. Dit is, hoe gaat het met u? We zijn u een happy Valentine komen wensen. Namens mevrouw Tanja Zijderstroom. Jullie hebben voor haar klaargestaan toen zij het even moeilijk had. En ze heeft ook aangegeven dat u de ex-man bent, maar dat jullie ondanks dat, ze heeft totaal geen relatie meer met u, toch voor haar hebben klaargestaan en daar is ze zeer dankbaar voor. Happy Valentine. Ja, dank u. Dank u. Alsjeblieft. We hebben nog wat spulletjes. Ja. Fles. Ja. Alsjeblieft. Oh ja. Waarom zijn die pakketjes dan vooral altijd iets te groeien? Het is voor jullie, nee, dit pakketje is voor jullie beiden. Dus jullie moeten zelf kijken hoe jullie het delen. Er is nog een boekje, toch? Dankjewel. Nog een boekje, toch? Ja, wij bedanken je. We zijn trots op hetgeen dat jij gedaan hebt voor ons. Maar zo is het leven eigenlijk. Men moet altijd klaarstaan voor elkaar. Relatie of geen relatie, het doet er niet toe, al kan je de persoon niet. Maar om even, ombraza. Dus voelt de persoon zich al goed. Maar ik dank je nogmaals. Namens mij en Claudia. Happy Valentine. Ja, dank u. Ook hetzelfde voor hen. Ja. Goedemorgen. 50 jaar ja tapu. Valentine Day. Echt wel. Is dubbel feest. Ja, dus ik ben een speciaal gedicht voor u komen brengen. En ik denk dat degene die dat gedicht voor u stuurt, naast u staat. Komt u een beetje dichter naast hem staan. COVID nou abonneren. Wij moeten op een afstand staan. En ze zegt dit. When I looked into your eyes, I didn't see just you. I saw my today, my tomorrow, and my future for the rest of my life. I love you, honey. And happy birthday on Valentine's Day, my love. 27 jaar samen en al 2 jaar gelukkig getrouwd. En hij staat altijd klaar voor mij en onze zoon een echte family man. We hebben lief en leed gedeeld en nu genieten we samen van ons geluk. Thank you, my lord, that you sent this man for me. Thank you, and happy birthday. Alsjeblieft, happy Valentine. Is er nog iets dat u aan hem wil zeggen, want u staat erbij? Ik wil hem zeggen, hij is ongeduldig. Boy, ik moest heel wat dingen doen dat ik hem thuis kon houden. Maar ja, ik wil zeggen van, net als hoe het is voorgedragen aan jou, je gedicht, wat je hebt, zo voel ik me. En dat we lang en gelukkig met elkaar verder moeten gaan. Love you. Is er iets dat u aan haar wil zeggen? Nou, ik bedank haar voor al deze geschenken. Ik had het niet verwacht. Want op een gegeven moment heb ik haar gezegd, er zijn zoveel dingen dat we moeten doen vandaag. Want je begreep, we waren wachtende om te kijken wat de minister zou doen. Want ik had gezegd, als weekend lockdown weer zou zijn, zou ik niks doen. Maar je begreep, 50 jaar, zeg je 50 dagen. Dus ik dacht van, het is wel even opengesteld. Dus even met de familie. Bij elkaar komen en een leuke dag van maken. Dus ja, ze heeft me verrast, want ik had dit niet verwacht. Geweldig, geniet ervan. Ay, dankjewel. En een hele mooie verjaardag. Dankjewel. Hoe laat kunnen we komen? Nou, in elk geval,
Tot 6 uur. Tot 6 uur. Ja, wij wat lockdown, hoor. Wat pompastee, alle de sana de sana. Ja, klopt. Mooi. We weten al waar wij Valentine gaan vieren. Ja, oké. Meneer Winston Groeneveld, ik heb een speciale boodschap voor u, boy. En die luidt als volgt. Winston Groeneveld, mijn geliefde. Onze ontmoeting vond 24 jaar geleden plaats. Wat me opviel, was je doorzettingsvermogen. Onze vriendschap was apart, want we hadden beide gevoelens voor elkaar. Jij trok de stoute schoenen aan en maakte jouw liefde aan mij kenbaar. Helaas was ik niet ready daarvoor en dat vond jij niet leuk. Desondanks bleef je mijn beste vriend en deed je alles in je vermogen om mij toch dichter bij je te hebben en zaken voor mij te realiseren. We voerden hele diepgaande gesprekken en leerden elkaar beter kennen. De hoge telefoonrekeningen van onze ouders waren daarvan het bewijs. Na 4 jaren vroeg jij me weer je geliefde te worden. Ik zei, laten we het proberen. Onze relatie begon in augustus 2001 en in december 2007 werd ik je wettelijke vrouw. Onze liefde werd bekroond met 2 geweldige kinderen. Winston, jouw liefde aan mij apprecieer ik. We hebben beide onze tekortkomingen, maar vullen elkaar aan. Je bent creatief, een liefdevolle man. De offers die je brengt zijn niet te beschrijven. Jouw scherpe tong kan menig een heel diep raken, maar dan brengt jouw klein hart herstel. 20 jaren zijn geen 20 dagen. Wij gaan voor goud. You are the love of my life. Winston en Susan Noot, op 14 februari wordt Winston 40 jaar. Happy Valentine en alvast heel hartelijk gefeliciteerd. Ze zit naast u. Dat had u niet verwacht, hè? Nee, echt niet. Nee? Wat zegt u ander na zo'n brief? Ja, kijk, het doet me wat. Het doet me wat, ik had dit niet verwacht. En ja... Ze houdt altijd van dit soort verrassingen, maar ik vermijd ze altijd, dus dit keer is ze me gepakt. Is niet gelukt? Nee, echt niet. Dus thumbs up en we gaan ervoor, we gaan voor goud. Mag ik je dat aanbieden? Dankjewel. Happy Valentine, er komen nog wat spulletjes erbij. We gaan nu naar meneer Annen, beslisser. Hij is opgegeven door zijn vriendin Rafina Kanhai. En hij weet niet dat we eraan komen. Hij heeft een hele brief voor hem geschreven. En die brief gaan we voor hem voordragen als hij er is. Something to me don't. Me draai looking for ice cream.
so mek mi opo leta faya in a dumru ne tija. Ne wan prakseri teki mi. Ef mi no sandwichi tamara mamanti. What's a sabo? Dear Anand, I had spent so many years alone at night. I was searching for the answers that could complete the puzzle of my life. Like so many nights before, waiting for a shooting star to wish upon. And every time I found one I wished for, someone like you to came along. After many long cold nights on the 23rd June 2019 afternoon, I received the most amazing surprise. The surprise was meeting you, my love. You shower me with tenderness and unconditional love. You give to me the strength I need to be a better woman and help me to understand what true love is really like. Your smile sets my soul ablaze and your voice carries like a song. You lift me up from feeling down when everything goes wrong. You complete my puzzle and are the piece I could not find. But now together with you in life, I can never get you off my mind. You are in my dreams at night and my thoughts throughout the day. I never thought I could love someone this way. I was destined to meet you, my love, and that is true to see. I was made for loving you, and you were made for loving me. I impatiently wait until we can be united eternally in love, in life. With me as your loving wife, and you as my loving husband. I love you. U weet van wie het komt? Jawel. Hebt u iets anders te zeggen? Ravina, ik hou heel veel van jou. En dank je wel voor alles. Ik weet dat u het bent. Ik hou heel veel van jou, Ravina. Dankjewel. Geweldig. Alsjeblieft. Had je dat verwacht? Ik had helemaal niet verwacht. Dankjewel. Nogmaals, dankjewel. En ik hou heel veel van jou, Ravina. Dankjewel. Dankjewel, mevrouw Gil. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Happy Valentine. Goeiedag. Goeiedag. Meneer Watson. Earl. Ik heb een speciale boodschap voor u gebracht. Zo. Maar eigenlijk... Degene die u heeft opgegeven, die staat naast u. Dus okay. Ik ga haar vragen om naar hier te komen. En ik ga u die microfoon geven. Zegt u gewoon zelf aan uw man wat u hem vandaag wil zeggen. Dank u wel. Ik wil ook meedoen. Ik heb mijn man leren kennen op een bruiloftfeest. Hij keek zo naar mij en vroeg om een dansje. We hebben lekker gedanst en daarna vroeg hij me ook hoe het heet en hij ook hetzelfde. Hij vroeg mijn telefoon en zo belden we elkaar. Na een paar weken verstreken, vroeg hij me om een relatie. Ik zei oké. Ik werkte en ging naar school. Hij haalde me altijd op. Zo maanden verstreken was ik verloofd met hem in het Javaans. Want het is verplicht bij de Javanen. Ik werd later zwanger van mijn eerste. Dan was ik die tijd 20 jaar. Had een jongetje gehad. Zijn naam is Jeron. Zo, dat was een stukje van mijn relatieperiode. Nu komt het met me. Nu komt het. Mijn man heet Watson Earl. Hij is 42 jaar. Hij is een pracht van een man van mijn oogappel. We hebben samen 5 kids, 4 jongens en een meisje. Hij is iemand die van hard werken houdt, aan de lopsiedom. Hij houdt van netheid. Hij staat altijd voor je klaar. Je kan met hem communiceren. Hij houdt heel veel van zijn kinderen. Vooral die nakomertje van ons, die is nu al 3 jaar. Hij heeft een relatie met zijn vrouw al 20 jaren. Dus Miloba mag zo, daarna tot de dood. Zo'n extra is een mooie Valentine tekst. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik denk aan jou. Liefje, dat kom ik heel veel van jou hou. Je geeft me een gevoel dat ik niet kan beschrijven. Okay. Daarom ben jij degene bij wie ik altijd wil blijven. Ik voel me koud en warm op hetzelfde moment. Ik wil dat je voor eeuwig de mijne bent. Mijn man is naam Watson Earl. Mijn naam is Sabrina Duraman. Dat is het niet. Dit mag u aan hem geven op uw manier. Je kiss me, a mi baka bon, a de wan fi,
samia poyang ying minai bibi takia fumi dentalo bi befanya teinai fusudan bokwati anga soso pen madiu kon sani konfandi bikalafu chai udufu gue alubia kengite fuala dentawa adesso purte isaka isanta umami love you seja fosse de alubia sweet te afumiana you a gay one libi sao ben libi pasa bimianga you bensu Alobia kengite fuala dentawa adesso purte isa kai santa mami love you senza fossi dei alobia sweet day afumiana you mami love you senza fossi dei alobia sweet day afumiana you met u. Ik heb een prachtig verhaal ontvangen van uw vrouw. Ze heeft me een beetje het verhaal van jullie verteld, hoe jullie met elkaar zijn begonnen, hoe jullie struggelen samen. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga haar die mic geven. En dan mag ze u zelf de boodschap geven voor Valentine. Moon, ik hou heel veel van jou. Ik kan geen leven zonder je indenken. Je betekent heel veel voor me. Ik ben blij dat we een mooi leven hebben, straks 18 jaar samen, 3 mooie kinderen. Ik wil voor de rest van mijn leven altijd gelukkig met jou blijven. Ik hou heel veel van je. Waar heb je zoen? Dat wordt er beter. Dit mag je ook aan hem geven. Alsjeblieft. Dit is voor Valentine. Een leuke verrassing voor jou. Ik hoop dat je het leuk vindt. En wat zegt u aan haar na dit alles? Ik heb geen stembenen toch. Het mag niet, die mic versterkt alles. Ik hou heel veel ook van haar. Dat we samen zo lang zijn. Ik wil samen oud met hem zijn. Samen oud worden. Geweldig. Happy Valentine aan jullie allebei. Ook aan jullie allebei. Happy Valentine! Mijn Valentijn, het kloppen van je hart, dat verzacht al mijn smart. Je armen om me heen, ik weet, ik ben niet alleen. Daarom dit gedicht aan jou,
gewoon omdat ik zielsveel van je hou. Je zachte glimlach alleen voor mij bestemd. Ik wil bij je zijn, bij jou voelt alles zo fijn. En daarom ben jij mijn Valentijn. Zang? Weet je van wie het komt? Nou, het zou wel van die vrouw zijn. Is dat zeker toch? Ja, 100% zeker. En wat zegt u aan haar na deze boodschap? Hetzelfde wat jullie aan mij hebben gezegd, zeg het ook aan haar. Waarom staat u zo ver, want naar je zijn boodschap komt? Nu kunt u hem zelf zeggen wat u hem wil zeggen voor Valentijn. Nou, ik vind dat je deze dag verdiend hebt. Omdat je gewoon een bijzondere man bent. Je laat me blijven. En daarom geef ik je extra, extra zoet. Dag mevrouw Anuska. Zondag is het Valentijn. En iemand heeft mij een brief gestuurd en hij zegt, ik heb ook een speciaal persoon in mijn leven. Alleen maar omdat ik me helemaal thuis bij haar voel. Ze is letterlijk mijn steunpilaar en als man doet het mij goed om een teamplayer te hebben. Ook kan zij corrigerend zijn. Als zij op de kinderen let, ben ik dan kok voor de dag. Moet ze naar het werk en ben ik toevallig thuis, wordt er sowieso voor haar gestreken. Want mijn vrouw verdient de beste behandeling. En natuurlijk zijn er ups en downs in het leven. En zelfs toen heeft zij mij keer op keer bewezen dat ze een vrouw is met haar hart op de juiste plek. Ik hoef dan ook niet te vrezen, want onze kinderen hebben dan ook een moeder met hart en durf die corrigeert wanneer nodig. Mi lobby you. Meki mi hati breti noiti moro mi hati sassari. Bika afeni na trutru lobby winsi wi grokongrani. A lobby na gifutego, mi lobby wang. Hij staat achter u. Wat zegt u aan hem na dit alles? Ik ben hem dankbaar voor. Had u niet verwacht, hè? Nee. Laat me u dit alvast geven namens uw man. Maar nu staat ze vlak voor u, meneer Harvey. Dus u kunt er zelf eigenlijk iets liefs zeggen in verband met Valentijn. Alsjeblieft. Wat ik wil zeggen, je bent een moeder waard en een vrouw waard. En ik heb heel veel meegemaakt. Bedankt. Nou, kan ik wel schrijven, bossen hier, is Valentijn. Ja. Wat is dat? Dag, meneer Kolen. Hoe gaat het met u? Ik heb een speciale boodschap voor u gebracht. Dus ik ga het voor u voorlezen. Ik ben compleet. Men zegt vaak, je hebt geen man of vrouw nodig om je compleet te voelen. Ze zeggen, je moet eerst van jezelf houden om van een ander te kunnen houden. En bekend is ook, je moet jezelf niet wegcijferen. Je moet jezelf ook het goede gunnen. Want ook jij hebt het recht om er te zijn. Maar stel nou eens dat je iemand tegenkomt en je merkt dat jij en die persoon één persoon vormen. En dat eerst van jezelf houden betekent dat je tegelijkertijd ook eerst van die persoon houdt, omdat jij de persoon bent en de persoon jij. Je geeft jezelf een plek en merkt dat dat plekje ook de plek is van de persoon. Klinkt misschien verwarrend, maar de persoon die dit heeft ingestuurd, die zegt, ik ben zo iemand tegengekomen. En het gedicht luidt daarbij, ik heb lang gedwaald op zoek naar mezelf, naar dat deel om mij heel te voelen. En dan kwam ik mezelf tegen.
met een ander gezicht van het andere geslacht. Maar toch vertrouwd. En dan dringt het tot me door dat ik na lang zoeken eindelijk thuis kom, thuis ben. En één geheel vorm met mijn ander deel. En dat is de man waar ik heel veel van hou. Ik ga u die mic geven en dan mag u verder gaan. Okay. Ik ben compleet als jij compleet bent. Wij zijn één. Het was slechts een wandeling door de tijd. We komen elkaar steeds weer tegen. In het vorig leven en nu weer. Ik weet dat wij hier naar elkaar steeds weer zullen tegenkomen. Omdat wij als zielen en als geliefden bij elkaar horen en één zijn. Wat wij voor elkaar voelen is de definitie van pure liefde. Wauw. Wow. En dan mag je dit zelf aan uw man geven. Wat zegt u aan haar? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, maar verrast. Dus, ja? Ja. Ja, dat is niet verwacht. Dat is niet verwacht. Nee. En wat doet het u? Noite ya vie mi akisi, deixa te bossi before. Yamuke usumi. Noite ya vie mi akisi, chuti bossi before. Yamuke usumi. Baby girl, scratcha fama. Baby for me, don't need for trita. C'est je n'en veux pas le nom pour te faire. Baby girl, si là, c'est je n'en veux pas le nom pour te faire. Baby girl, suite me suite so. C'est je n'en veux pas le nom pour te faire. Ze is door haar gekozen. Ik zat er haar op poosje. Oh, ik ben geweten, ja. We gaan naar de laatste voor vandaag. Echt mijn verslaving. Hallo. Hebben jullie handen? Hebben jullie handen? Is mevrouw Whitney Bieber's? Waar achterop? Daar, ne? Mevrouw Whitney? Whitney Wiebers. Zondag is het Valentine. En uw man, die is er niet. Dat is, even kijken, Jason. Hij heeft me naar u toegestuurd om u te zeggen dat hij heel veel om u geeft. Hij is op detachering op Marie Paston. Hij zegt, u maakt hem tot vader van zijn eerste kind en hij is heel trots op u, dat u hem tot vader maakt. Ja. Hij heeft er geen woorden voor, u bent alles voor hem. Hij weet dat u stresst nu, omdat hij ver weg is van wie zijn werk. Ja. Maar hij hoopt echt dat u een mooie Valentine mag hebben. Dus we zijn u dit komen brengen. Dank je. Alsjeblieft. En nog wat spullen. Is er iets dat u aan hem wil zeggen? Zo, ik wil hem bedanken en hij weet ook heel veel dat ik hem al geef. En ja. Ja? U bent een beetje verrast, nog. Had u niet verwacht? Nee.
Want hij zegt, u stresst een beetje hoe hij ver weg is. Ja, toch wel. Maar hij denkt aan u, dat is duidelijk. Ja, dat is wat er is. Happy Valentine. Dankjewel. Alsjeblieft. En terwijl collega jullie de laatste geschenkjes overhandigt, gaan we dit programma afsluiten. Give a smile for Valentine. En ik denk dat dat ruimschoots is gelukt. En het zou ons niet gelukt zijn als we niet de hulp hadden gehad van de verschillende sponsoren van de giveaways. En in deze willen we dan bedanken Kelly's Art alvast voor de t-shirts van ons. U ziet, heel mooi. Die zijn precies op maat gemaakt. Gayadin Bloemisserij die voor de rozen heeft gezorgd van ons allemaal. Extraordinary Sue voor de prachtige Valentine ballonnen. Snowflake Pastry, die heeft gezorgd voor verschillende heerlijke cakesoorten. Lady Dragon, Coco Panda, Caramel Waffle. En ik heb Tris Litjes gehad, daar ga ik ook van genieten. Fantastic Beauty heeft voor 5 waardebonnen gezorgd ter waarde van 250 SRD. Brahesia Wine, die heeft voor 4 flessen wijn compleet gezorgd met wijn en kurkentrekker en een glas. En ook Judith mocht de fles in ontvangst nemen. En HSC, Heavenly Shoes and Clothing, die heeft voor 15 Valentine kussens gezorgd voor iedereen. A Beauty Salon by Far, 5 cadeaubonnen ter waarde van 300 SRD. Kapsalon Siesa voor 5 waardebonnen ter waarde van 250 SRD. GS Sweets heeft ervoor gezorgd dat iedereen een snackbox heeft gekregen. Adore Skincare heeft gezorgd voor 5 Valentine giftcards ter waarde van 200 SRD. En Mobile King heeft gezorgd voor powerbanks voor iedereen. Het is ons wederom een waar genoegen geweest om dit programma te kunnen doen. Waar het om gaat is dus eigenlijk dat we u laten zien. Valentine is een mooie dag om je liefde aan iemand te tonen. Maar het gaat vooral om het gebaar. Daar gaat het om. Give a smile for Valentine. En soms komen die smiles met tranen van vreugde. En dat is alleen maar mooi om te zien. Wij van de SCVS hebben enorm genoten. Judith heeft enorm hard gewerkt. Albert Helstonen stond achter de camera. En we mogen Iwan Koning niet vergeten. Hij zit achter donker glas in de auto. We wensen u ook een happy Valentine. Happy Valentine. Liefde overwint alles. Toch, laat het gebaar gelden, want daar gaat het om. We hopen dat we er volgend jaar weer bij kunnen zijn. Met uw hulp zal ons dat zeker lukken. Geniet van de dag. Wij gaan u ook van onze geliefdes genieten. Tot de volgende keer. Bye-bye. Aladdin, me paki feio, anaije kiss me, a mi baka bom, a deu an fui, sa me apoia ngem, mi nai bibi, taki avu mi, dentalo bi, me fanya tei nai fusu tan, boku a ti, anga soso pen. Madiu kon sani konfandi bikalafu chai udufu gwe alobia kengite fuala detawa adesso purte isaka e santa umami love you seja fosse de alobia sweet day afumiana you. A gay one libi, sao ben libi pasar. Pe mianga yu ben su kulobi. A te one day, mianga yu fene. A lobi a sweet day, a fu mianga yu. A lobi a kengi day, fu ala dienta wan. A deso pute isa ka isanta. Já fosse day, a lobia sweet day, a fumiana you. O mami love you, seja fosse day, a lobia sweet.